Robbie Berenstein, voorzitter van C47, gaf gisteren aan wat de vakbeweging eindelijk heeft bereikt met de regering met betrekking tot de energietarieven. Nadat we het akkoord hebben bereikt, wachten we natuurlijk op het moment om het tekenen. Men heeft een concept voor ons gestuurd. We hebben een aantal wijzigingen voorgesteld. En we konden maar geen antwoord krijgen of men dus meeging met de wijzigingen. Daardoor hebben we op 20 september, hebben we dat schrijven dat u dat net ziet, hebben we dus opgestuurd. En uiteindelijk hebben we in een schrijven van 9 oktober, afgelopen 9 oktober, een bevestiging gehad van de president dat we ze kunnen meegaan met wat we uiteindelijk hebben afgesproken. In dat schrijven dat we hebben gestuurd, hebben we aangegeven dat een aantal twee kleine wijzigingen moesten komen in dat concept dat ons wordt opgestuurd. En de president heeft in zijn schrijf van 9 oktober aan dat hij daar mee kan gaan. Er is een punt, dat zult u straks horen wat het is. Maar wat u moet weten, dat dit allemaal, en dat zult u zelf gemerkt en gezien hebben. Het is niet over één nacht eens gedaan. We zijn uiteindelijk iets overeengekomen waarbij er in die sprake is van tariefverlaging. De details over, daarover, voor u zo weer. Ja, en het is absoluut niet zo dat ik verwijder die u hoort van dat we onderhandelen tot Silana. Ja? Ik ga even nodig. Want toen ik verhaal ze even ook zien in de heerser dat die. In ieder geval moet u weten dus dat deze onderhandelingen. We toch een redelijke tariefverlaging hebben kunnen realiseren. Ja? En het is niet op een beetje manier gegaan. Het is gegaan door strikt en zakelijk onderhandelen. Edmund Neus, een van de commissieleden van de Energieautoriteit Suriname, gaf aan hoe het eruit zag. Misschien kan je echt het tarief per kilowattuur aangeven in mei en dan daar. Oké, ja, ja. Kijk. Dus als we dan gaan kijken hoe dat zich vervolgens ontwikkeld heeft, want het is best chaotisch geweest en de regering had ook eigenlijk niet in de gaten wat ze precies aan het betalen zijn. Ik moet zeggen, het valt ons nog steeds op dat de controle, de financiële controle, vrij slecht geregeld is. Oké, als we kijken naar hoe dat dan ging, de omschrijvingen, dan zie je dus van 0 tot 400, zoals we hadden aangegeven, 1,87 hè, SRD. En dat was dus gegaan van 1,21. Nee, september 2024 hebben we 1,21. Oh ja, sorry, september. Sorry, dat ene is mei en dat andere is september. Hè. Dus, terwijl we aan het onderhandelen zijn, hebben we inderdaad wat dingen uit het tarief kunnen halen, die in het tarief zaten, die eigenlijk nooit in het tarief hadden moeten terechtkomen. En terwijl dat gebeurde, betekende het dus wel dat het een en ander veranderde. Want waar er in mei nog dus van 0 tot 400 kilowattuur een tarief stond van 1,87,5. Ja, maar je moet zeggen, wat heeft die vakbond hier bereikt? Het tarief van 1,87 is naar 1,21 gegaan. Oké, okay. Ja, oké. Okay. Ja, als we dan kijken, dan zien we dus dat het tarief van 1,87 naar 1,21 is gegaan. Hè? En als je dan kijkt naar dat van 400 tot 900 kilowattuur, dat is van 2,75 naar 2 gegaan.
En zo zie je dus dat het hele tabel omlaag is gegaan. En dat alleen maar vanwege al die verschillende factoren die uit het tarief gehaald zijn. Een deel had te maken met premies die werden betaald aan staatsolie, die er dus extra bovenop gezet werden op de olieprijs. Een deel had te maken met het transport van de olie, die ook niet het goedkoopste was, want het bleek dus dat er echt een verschil zat in olie die voor de benzinepompen werd getransporteerd en olie die voor de elektriciteitscentrales werd getransporteerd. En in sommige gevallen was dat zelfs een factor 2 die dat scheelde. Terwijl het gewoon olietransport is, allemaal. Oké, dat zijn dus de dingen die we eruit gehaald hebben. Daarna zei Diana Dwarka, secretaris van C47, tevens een van de commissieleden van de Energieautoriteit Suriname, het volgende. Wat onze inspanning is geweest, gezamenlijk van beweging en als technisch team, om ervoor te zorgen dat er een eerlijk, juist en rechtvaardig tarief wordt betaald. En ik denk dat we met deze slide, en ik vraag straks om de heer Amirali toch wel de nadruk legt dat wat het in mei was en wat het nu is, eigenlijk zou je terug moeten gaan van wat het voor 6 maart was van dit jaar, wat het op 6 maart is geworden. En uiteindelijk waar wij al die inefficiënties, de oneigenlijke kosten die de samenleving in rekening werd gebracht door de actoren in de energieketen, nadat wij dus dat hebben weggehaald, dat geresulteerd heeft toch wel in een bepaald tarief. En laat me me haasten om aan te geven dat er vanaf dit moment, dat dit het tarief is op dit moment, het zal de komende 3 maanden ook zo blijven, met hier en daar wat verschillen, omdat er wat variabelen zullen worden gebruikt voor de bepaling van het tarief maandelijks. En dat is dus de wisselkoers. Ten tweede is dat de brandstofprijs voor die maand. En ten derde is er een andere variabele binnengebracht. Dat is de energiemix, waarbij het aandeel van de opwekking van de hydro-energie een belangrijke rol zal vervullen. Robert Amirali, een van de commissieleden van de Energieautoriteit Suriname, gaf daarna het volgende aan. Ik wil u toch nog wezen wat er is gebeurd. De reductie in 8 maanden, wat EBS minder hoeft te betalen naar SPCS, is $3.8 miljoen. Deze reductie is alleen bewerkstelligd door de technische commissie, want EBS wil deze verlaging niet hebben. Dat is het voorstellen. Begrijpt u dat? Ja. Er wordt ongeveer $5 te veel gevraagd voor een barrel voor stroom die SPCS levert aan EBS. En de directie van EBS verzet ze tegen die verlaging die wij afdwingen. Voor hun, zodat het niet wordt doorberekend naar de klant. Maar we waren verder, we gingen ook voor een verlaging van die olie die EBS rechtstreeks kocht. Ook die wouden ze niet hebben. Dat levert totaal voor 8 maanden $6.3 miljoen kostenverlaging aan olie die wordt betaald aan staatsolie. Onterecht. U weet, we hebben een claim gezet van te veel betaald aan transport. Die was $21 miljoen voor die 10 jaar. Er is een einde gekomen eraan. Dit is voor long term wat het bereikt is. Want als we dit niet doen, betekent dat elke keer, en dit heeft niks te maken met de barrelprijs. Dit is ongeacht wat die prijs was, de EBS
betaalde 2,55 te veel per barrel aan staatsolie. En nadat staatsolie geen stand kon houden daar, moesten ze toegeven en zijn ze gecapituleerd. En we waren zo ver dat ze zelf die hele 4,95, het zou $5,05 lager worden. En weet u wie verzorgd dat die 20 cent is gebleven? De directie van de IBS. Die wouden die 20 cent toch betalen omdat wij waren gaan settelen op 20 cent. Je moet zich goed begrijpen dat de man die de onderhandeling voor het volk bemoeilijkt, is onvoorstelbaar de man die te veel betaalt voor olie. En waarom doet men dat? Men denkt hoe meer inefficiënties er zijn, hoe meer men kan afwentelen. En daarover heeft meneer Berenstein het gehad. We hebben geen probleem om naar marktconform te gaan. Maar we moeten alle lucht uit de tarief halen. Ik denk dat ik hiermee... En wij zijn nog steeds van mening dat omdat staatsolie op papier heeft toegegeven dat ze te veel heeft gefactureerd, dat de minister van Financiën nog steeds $31 miljoen moet gaan vorderen bij staatsolie en nog steeds $21 miljoen onterecht transport gaan vorderen, dus $50 miljoen.